Nee, niet schrikken. Dit zijn niet de Russen. Dit zijn gewoon onze eigen militairen die oefenden in het luchtruim boven Twente. Dit gigantische toestel is een Hercules C-130 die gisteren 6 keer opsteeg en landde op het vliegveld bij Enschede. De Hercules C-130 is met name bedoeld voor het vervoer van militair personeel en materieel. Het vliegtuig is zo'n 35 meter lang, 40 meter breed en 11 meter hoog. En het blinkt vooral uit in gebruiksgemak, want hij kan landen en opstijgen op korte start- en landingsbanen. En het personeel kan makkelijk in- en uitladen via de grote achterklep. En ja, daar kunnen onderweg dus ook parachutisten uitspringen. Maar dat hebben we helaas niet gezien bij de oefening gisteren.